Hallo, ik ben Jordan van CBTV en vandaag gaan wij een meneer Van Hemmen interviewen over de brede schoolactiviteiten. Wie bent u en wat voor werk doet u? Ik ben Bram van Hemmen. Ik werk hier in de deelgemeente en ik ben verantwoordelijk voor welzijn, ouderen, werk, jeugd en onderwijs. Waarom krijgen sommige scholen geen geld? Het is een beetje hetzelfde als wat je zelf hebt als je zakgeld krijgt. Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid geld per week wat je kunt besteden. En daar moet de gemeente keuzes in maken. Nou, hebben we vorig jaar verkiezingen gehad en er is een nieuwe wethouder. En de nieuwe wethouder kijkt naar wat hij belangrijk vindt. De wethouder kijkt naar wat hij belangrijk vindt in wat hij met het geld kan doen. En daar maakt hij keuzes in. En wat ik ervan weet, ik heb zelf niet die keuze gemaakt, dat heeft wethouder De Jonge gedaan. Maar wat ik ervan weet is dat een aantal scholen gewoon niet aan de nieuwe voorwaarden voldoen om voldoende geld te krijgen. En dat betekent dus dat de keuzes gemaakt moeten worden. Wat vindt u dan van die keuzes? Ik vind hem heel begrijpelijk. Als we kijken naar Rotterdam, zijn er heel veel kinderen die zonder diploma van school afkomen. En dat gaat al fout op de basisschool, omdat kinderen onvoldoende rekenen en taal hebben. En op het moment dat ze dan klaar zijn op school, dan moeten ze gaan werken. En dan blijkt dat er helemaal geen werk voor die kinderen is, omdat ze gewoon hun best niet hebben kunnen doen op school. Dus als de gemeente Rotterdam dan zegt van alle kinderen moeten zo goed mogelijk onderwijs krijgen, zodat ze de kans op een baan en dat ze dus gelukkig in hun leven kunnen worden het grootste is, dan snap ik op een gegeven moment dat ze deze keuze maken. Maar tegelijkertijd vind ik het wel heel jammer als er hele mooie projecten die daar dan wat minder aan bijdragen, dat die dan falen. Ja, dat is jammer. Maar goed, wel heel begrijpelijk. Maar vindt u het dan niet zelf ook jammer? Ja, ik vind het heel jammer. Kijk, wat jullie nu doen met School in de Wijk TV, als ik het goed zeg. CW TV, ik zal het even goed doen. Dat is gewoon een heel leuk project. En zo weet ik van heel veel leuke projecten. Ik weet van een project waarin kinderen met mode bezig zijn. Ik weet van een project waar kinderen met muziek bezig zijn. En het is volgens mij de kunst voor de directeur van jullie school om te kijken of je slimme verbindingen kunt maken tussen het uiteindelijke doel van goed kunnen rekenen en goed taal te kunnen beheersen, zodat je straks werk kunt krijgen, en een mooi project als CW TV. En volgens mij zit daar wel wat taal in en volgens mij ook wel wat rekenen. Hè? Hoe lang mag een filmpje zijn en kun je hem niet wat korter maken? En wat voor keuzes maak je dan, zodat het verhaal er wel in zit? Ik denk dat er nog wel kansen zijn dat CW TV kan doorgaan. Wat betekent van de toekomst van de brede schoolactiviteit dan? Nou, dat we wat strengere eisen moeten stellen aan de brede schoolactiviteiten. En dat betekent dus dat we gaan kijken wat levert het nou concreet op? Het zijn dus niet alleen leuke projecten, het moeten ook nuttige projecten zijn. En daar zullen we wat strenger op moeten zijn. Maar de brede school op zichzelf gaat gewoon door. Ik ben Riesje van CW TV. Vandaag hebben we geleerd dat elke scholen van de brede schoolactiviteit misschien minder geld krijgen. En dit was CW TV. Tot de volgende keer. Kijk elke keer van 6:30 tot 7:00 uur naar CW TV.